Dus, Guus Meeuwis, het is bijna 10 minuten voor 12. Net hoorden we hem nog tussen de ploppende dieselmotoren in Amsterdam bij Kromhout. Maar nu is hij in een stiltegebied waar we alleen nog maar vogels en ruisend riet horen, Stefan Roest. Ja, gelukkig maar dat die stratenmaker net de machine uit heeft gezet waarmee hij de straten aanstapt. Anders hadden ze het horen en zien vergaan. Ja, die motoren daarnet bij Kromhout was prachtig, maar nu... Die natuur is ook mooi, hè? Maar ze zouden geluid kunnen maken, maar ze doen het niet. Nee, op dit moment nog niet. Net wel, hoor. Je zag net een kopje van een van de jongen die was, deed zijn poging van klepperen. Maar nu eventjes niet. Ja. Arne van der Lee van Stork. Stork, ooievaars. En ja. Precies daar kijken we op uit. Zo'n ooievaarsnest op een stellage in een wat moerassig weilandje tussen wat boompjes. En daarbovenop een grote ooievaar. Die kleintjes zitten erin, hè? Ja, er zitten nu nog 3 kleintjes in. En die kunnen nog helemaal niet staan. En zolang ze nog zo klein zijn, blijft er ook altijd een van de ouders op het nest. Toch een beetje bewaken. En als het slecht weer is... Van een buizerd of een havik of zo'n ander beest gaat er dan mee vandoor natuurlijk. Kraaien willen ook nog wel eens een aanval doen. En ook als er een vreemde ooievaar komt die denkt, hé, dat is een mooi nest. Ja, dan moet het nest toch wel bewaakt worden. Oké, ze kapen mekaars nest en dan kunnen ze die jongen niet gebruiken. En die kieperen ze dan overboord. Die zouden ze eruit kunnen kieperen. We hebben wel eens gezien dat er één ergens anders op een nest, dat er inderdaad een jong werd doodgepikt door een vreemde... Het is niet allemaal pais en vree in de natuur. Nee. Helemaal bikkelhard. Niet. Bikkelhard. Mooi dat ze er weer zijn, hè, die ooievaars. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar decennia geleden waren ze bijna uitgestorven in Nederland. Ja, er waren geloof ik nog een paar broedparen. Toen heeft Vogelbescherming dus bedacht, nou, daar moeten we iets aan doen. Dan hebben ze de buitenstations opgezet. Er werden dus ooievaars gehouden en de jongen werden vrijgelaten. Nou, dat is zo succesvol dat die buitenstations inmiddels gesloten zijn. Dus we hebben ze alleen nog in het wild weer. Ik zag er net eentje vliegen op weg hier naartoe. Ja. Een ooievaar, je komt ze wel vaker tegen, vooral natuurlijk hier in het vechtplassengebied. Ja, dat is natuurlijk een ideaal voedselgebied voor ze, lekker nat. Dus nu krijgen de jongen nog heel veel regenwormen. En als ze wat ouder zijn, dan komen er ook wel muizen en mollen op het menu. Maar, worden in de gaten gehouden, hè? Moeders of vaders, ik weet niet wie het is. Maar je kan het aan de ring zien van deze, maar ik kan het nu niet zien. Als het de zwarte ring is, is het vrouwtje. Als het de aluminiumring is, is het mannetje. Maar ik denk dat het een man is. Die staat meestal overdag op het nest. Ja? Ja. En er zijn hier ook wel nog wel wat, ik noem het altijd maar loslopende ooievaars. Dat zijn van die jongen die na een paar jaar dan terugkomen uit Afrika. En die vliegen hier een beetje rond. En net kwam er ook hier één over. Nou, dan komt de andere ouder er meteen bij. En wordt er hard geklepperd op het nest. Hier wonen wij, wij horen bij elkaar, we hebben jongen opblazen. Ja, precies, dat is het. Ja. Nou, hangt er een ding aan. Dat is een camera, Dat is een camera. Dat is van Vogelbescherming, want die hebben de website Beleefde Lente. En er worden een aantal nesten gevolgd. Nou, de ooievaar is al jaren een van de favorieten bij de kijkers. Zeker bij de jonge kijkers. En we hebben hier ook al een aantal jaren dat er ook echt succesvol jongen uitvliegen. Want het is zo'n haluw eroverheen. Het vliegt vrij laag en het is natuurlijk vrij koud. Dus de insecten zitten laag. Dus dat is hartstikke leuk. Dat we al jaren dus een camera op onze nest... Ja, om maar te voorkomen dat het hier... een verkeersopstopping komt omdat iedereen het ooievaarsnest wil zien. Beleefdelente.nl, als je er achter de computer gaat zitten en het ooievaarsnest aanklikt, dan ziet u wat wij zien, namelijk een waakzame ooievaarhouder. Het is wel een nest, het is gewoon een burcht, hè? Dat is een meter doorsnee of nog meer. Ja, ze worden ook hartstikke zwaar, die nesten. Dus die palen moeten ook echt heel stevig zijn. Nou, dit is natuurlijk helemaal, en dit is een ijzer- of aluminiumpaal, die is hartstikke stevig. Maar ook houten palen, die moeten echt stevig zijn. Want het kan vele kilo's, honderden kilo's zwaar worden, zo'n nest. Er wordt elk jaar weer wat aan gebouwd door de ooievaars. Het wordt ook steeds breder. En er wonen ook allerlei andere vogels in, hè. Mussen kunnen erin broeden, spreeuwen. Dat is natuurlijk heel veilig daar. Die worden niet maken een nestje in het nest. Ja. Leuk. Ja, zeker. Het ziet er prachtig uit, Stefan. Ja. We hebben de site hier even voorgezet. Het ziet er heel mooi uit. Ja, je hebt hem openstaan. Ja, we hebben hem openstaan. Dus het is fantastisch. Maar dan kan je naar allerlei andere vogelnestjes ook kijken, natuurlijk. Precies, maar doe eerst even die ooievaar. Ja, hier ooievaar. In Ankerveen. Ja, gaan we doen. Oké, beleefdelente.nl. Blijf jij nog even gewoon live kijken daar. Dat is nog veel mooier dan vanaf je scherm. Stefan, maak wel een fotootje. Ja, doe dat maar. Hoi.